super von der Geld, die biegt sie ja in ihre Fäden. Das wäre ruhig. Woher kommt das in den Winkel ausfliegen? Ich sag, wenn ich meine Bären anschaue, dann gibt es Plätze, die dann ja lernen, wenn sie. Und dann bist du doch noch ein Jahr rote Dose an die Koffer gefahren, ne? Ja, natürlich, mein Kindchen. Ihr wollt, ob ihr den braven Bürger dann nehmt, man kommt noch mal. Sag mal, Kindchen, für die Wichtzähne, sollen wir gerne einen Blick machen von der Tafel? Ja. Mag alles wie ein Schuhe auf den Platz sein, Willi? Was, ich tue doch gerne mal an der Hand. Ja, Willi, ja. Wir haben doch gerne ein Bittgottchen gemacht. Ja. Willi, warte, wir haben doch ein Ja, Willi, warte. Das hat nicht gemacht. Warum die Tafel hier gepackt? Er is eigenlijk niet die lelijke res, die is gewoon, Willy. Nee? Ja, ons toch.
Voor je ompinnen thuis is het dan niet dus... Ja, het is wel wel even, meneer Biffel. Dan moest je er hier omdoen als hier een stek van 6 euro hoeven. Wie? Je hebt dat toch niet al even geschreven, nee? Ja, wel, vanavond die, wat is het? Vanavond de begon er wel in je sprake. Ja, toch even een andere moeder? Ja. Nee. Ik kan gezegd dat we slecht is in de vierde. Ja, goed. En dat begon de boer weer uit zijn potjes gaan. Ja, ja. Allee, Bosje, zet dat ik weer onder de gevoel. En gitaar voor Bosje, kom, mag ik het zo? Hier is dat, zeker. Ja, klik. Ja. Weet je wat voor nou heeft die dood van Osje? Ja, die dat we allemaal gewoon op zijn plek gezet. Zijn nu dan in dat dienst hier weer eens? Ja. Zoem ik die rollen niet, kan je meteen van dat madontje van de rechter zien? Ja, dat is ook goed. Ja. Nadientje, nu kom ik een beroep doen, heb je hem, hè? Het is voor de goed doen. Zijn jullie een soort van een massagetafel? Ja, ja, dat is juist. Massagetafel, Piot. Wie wordt hier geannonceerd? Ja, de vrouw van de eerste schreef niet, van het jaar. Dat is dus wat een soort trucje, madamtje, die hele dag aan verwaarloosd wordt, ja. Omdat we de hele dag naar politiek bezig zijn hier. Ja, Willy, ja, ik kan nog van die zeppen. Ja, zeg. En dus een circuitier André Riemans, en natuurlijk een neus voor zulke soort vrouwtjes, hé. En in een van de casino's, waar dat maar regeld komt, moet niet Nicole, de vrouw in kwestie, bij het genot van een pina colada. En voordat we dan goed beseffen wat er met me gebeurt, leg ze hier in het bloot niet. Naakt hier, Willy. Ja, even een massagetafel bij André, dus. Ja. En er blond? Ja. Kun je feesten dan hier allemaal? Ja, doe dat ook. Die fantasie. Dat komt allemaal uit de rekening te stof van hun dierbare pompier. Komt niet dus de tattekort misschien? Willy. Ja, maar. Je bent hier toch zeker niet dat ik hier in mijn vloon hoor inlopen? Ja, maar nou, dat wil ik staat niet entra. Je hebt als je dus haar gezegd dat mijn mans genoeg hoort voor het allemaal te proberen. Dat is juist dat ik ook hoor, hè. Je hebt gezegd dat er voor ieder probleem een oplossing is, hè? Ik loop hier niet in mijn bloon. Je hoort je me nog niet vertalen, zeker dat hier de eerste keer is dat je mag hier in het talaas. Voor de avond in de Nieuwsmeer. Je ziet hier een vrouw die mag gezien zien, hè? Antwoord dus noods en dan doe ik ze voor mee. Hé, allee, drink nou een douche. Het is goed, Willy, maar doe wel de grote handdoek, hè? Wat doe je de grote handdoek, hè? We gaan er tenslotte nog niet zo van gaan, hè? Hij wil best dat je kerst gewoon afdoen. We doen omkleren, hè? Hou je hier de boer op zijn potjes halen, hè? Ja. Weet je wat hij doet, Nadientje? Breng nog een mee voor te drinken, hè? Ja. En drink zelf ook nog. Je wordt er deugd van, hè? Ja, het is goed. Ik kan achter nog eentje halen. Ja, zeg, Willy. Die tafel hier. Dat gaat erin voor massagetafel, hè, joh. Maar wacht je, ja, dat is... Ja, dat is Nadientje. Ja? Zeg, best dat je aan het omkleren zit. Ik kijk achter een soort crème of zo. En een kussentje, een kussentje, hoop ik nog wat aan. Dat is wat anders gekocht dan die bietzijnen van de systeemhoofd. Zeg, wat zie je dan nog een beetje zitten voor je bazin, een netalage? Ik heb onder andere pap. Wie had er dat waar ik tegen gepeest? En ik, moet ik er ook mijn kleren af doen? Ah, en legt het er nu in ons van? Een polootje misschien. Maar zeker geen lange broek, want dat past absoluut niet in die scène. Waarom kijk jij altijd naar een korte broek van dan aan? Wat speel je in de broek? Ja, wat er toch geen spullen van. Zeg, nog een keer. Die crème. Overal smaak. Oh, dat je blof echt ingekomen heeft, hè. Je moet er geen Duits hebben. Kom even een busje crème in, man. Capito, hoe meer crème, hoe meer dat er een smaak kan worden. Wat? Wat? En is het over zin ook, hè? Ja, een rolletje bij. Niet dan wie, we hebben nog. Kun je hier wat olie afspelen? Oh, dat is maar een proef, Fernand. Ligt die busje crème, als het maar bezig over. Ja. Dat wil ik zien we niet. Zou ze? Die crème. Dan moet sensueel aangebracht worden. Ze moet ervan genieten, joh. Ze moet smaken in je handen. Een vrouw achter meer. En meer. En meer. Ja, kom erop. Ja, kom erop. Ja, kom erop. Ja, kom erop. Ja, nu moet je er maar op aan. Ja. Oh, de napperfloot is hier.